Hi Kreeft, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Wandela. En deze week is het voor week nummer 45. En dat is van maandag 7 november tot en met zondag 13 november. Dus aan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Kreeft alsof deze week een week is waarin je voor jezelf de dingen wat in evenwicht wil houden. Het lijkt alsof er wel wat zaken gebeuren waar je je in wil verdiepen. Waarin je misschien ook met andere mensen over bepaalde dingen wil praten. Maar het lijkt niet helemaal op één lijn te zitten. Daar wil je wel aan werken, want ik heb echt het idee dat je graag op dezelfde lijn wilt komen van de mensen die je dierbaar zijn. Of van je werk misschien er omheen zitten. Maar het is wel een stukje waar je echt een compromis moet gaan sluiten. Nou ben je altijd wel bereid daartoe om er naar te kijken en om daar ook echt iets mee te gaan doen. Het is wel belangrijk, zou ik zeggen deze week, dat je ook echt voor jezelf heel goed helder hebt tot welke grens je wilt gaan. Want een compromis sluiten is op zich helemaal niet erg, maar op een gegeven moment als er te veel water bij de wijn is, dan is die gewoon niet meer te drinken. Dus dat is een stukje wat je voor jezelf heel helder moet hebben. Waar wil je achter staan? Waar voel jij je nog prettig bij? En waar moet je misschien ook nog wel een beetje schaven om te kijken of er nog dingen te veranderen zijn? Wil ze weer de korte week horoscoop? Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.